Tweede of derde keer op Ibiza. Alleen, we hebben niet gedraaid. We zijn naar Circo Loco geweest. Niemand wist wie we waren. We waren gewoon lekker een van de one of the people. Ik ben eruit gegooid. Drie kwartier voordat de tent sloot ben ik eruit gegooid. Omdat we met wc-rollen door die tent heen gingen. En toen ben ik er weer terug. Heb ik weer €80 betaald om binnen te komen. Omdat ik, voor drie kwartier, omdat het zo vet was. Mijn leukste feestje was eigenlijk zijn vrijgezellendag. Ik heb nog nooit zoveel gelachen in één dag. Die wil ik ook vergeten. Ik ben gepijnigd. Ik ben gepijnigd die dag. Wauw. Ja, het is heel erg eigenlijk. Het is eentje van Tupac voor mij. Ik heb gewoon een Guus Meeuwis, Knekkerding of zo. Oh, dat bedoel je? Ja. Gewoon Nederlands doen? Ja, maar ik heb echt een hele grote lijst. Bangerhart. Een hele vette plaat. Er is geen banger. Knekkerding. Knekkerding. We hadden ooit een festival in Den Haag, een jaar geleden. En er was een man in een rolstoel voor het podium. En die was helemaal aan het losgaan. En na onze set kwam hij naar ons toe. En toen bleek dus dat hij eigenlijk doof was. Maar hij voelde die bassen, die beats. En dat vond hij helemaal vet. En dat vond ik wel iets super speciaals. En in het begin van zijn carrière praat ik over echt meer dan 10 jaar geleden. Dat was een meisje die altijd vooraan stond. En een van die avonden kwam zij naar me toe. Hey, en ze gaf me zo wat in mijn hand in één keer. En ik maak het open en het was haar slipje. Dus het was best wel, eerst zo van smetvrees een beetje. Was en, het toevallig een Fries meisje? Nee. Die Fries, die was nog te jong volgens mij toen. Die kenden we nog niet. Het was wel een vies meisje. Oké. Okay. Ik denk chic. Het mag sexy zijn, maar wel chic. Hoge laarzen, jurkje, mooi jasje eroverheen. Niet te veel make-up, top. Gewoon lekker joggingbroek aan en in bed tv kijken met heel veel snacks. Seks bedoel je? Makkelijk. Nee, het ging over de kledij van de date night ging het. Wauw! Oh. Dat is een strikvraag. Oh my god. Na zo'n date night creëer ik steeds meer papa-dagen, zeg maar. Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Ik denk date night. En dan ga ik ze ook uitleggen waarom. Ik heb super veel papa-dagen nu. En die date nights zijn wel speciaal, want die moeten we echt uitkiezen. Ja, veel mensen weten niet dat wij best wel veel thuis zijn door de week. Dus wij zijn echt hele volle dagen met onze kinderen. En dan zijn we gewoon aan het koken, boodschappen doen, luiers. Oh, ik heb geen luiers meer. Jij wel? Ik heb ze altijd. Mijn laatste pintransactie. Texaco Hardingsveld. Ik heb getankt. Dat is mijn laatste transactie. Kleine cooldown dus. Ben ik onlangs geweest. Ja. Hoor je dat ook nog zo aan mijn stem misschien?